Koen Verbraak heeft geen excuses ontvangen van Mart Smeets naar aanleiding van de veelbesproken NTR-documentaire Buiten Beeld. In de documentaire, die de werkcultuur bij de NPO belichtte, reageerde Smeets fel op vragen van Verbraak over een incident waarbij hij presentatrice Ayha Margadi op de redactie van NOS Sport voor Schut zou hebben gezet. Hoewel de NTR meldde dat Smeets zijn excuses had aangeboden aan de makers van de documentaire, heeft Verbraak persoonlijk geen excuses gehad. In de talkshow Humberto op dinsdagavond deelde Verbraak mee dat hij Smeets niet persoonlijk heeft gesproken. Smeets liet een voicemail achter waarin hij vroeg of Verbraak hem wilde terugbellen. Verbraak zei hierover, Ik dacht, als je iets tegen me wilt zeggen, bel je gewoon nog een keer, lijkt me. Verbraak benadrukte echter dat hij geen excuses van Smeets nodig heeft. Hij vindt het veel belangrijker dat Smeets excuses aanbiedt aan Ega Margadi. Verbraak was verbaasd over de reactie van Smeets tijdens het interview in de documentaire en vond het niet verstandig van hem. Hij benadrukte dat hij Smeets begrijpt, omdat hij nu eenmaal is wie hij is. Smeets beweerde in de documentaire dat hij zich het voorval en de presentatrice niet kon herinneren en dat hij zich vrij hoffelijk gedraagt tegenover vrouwen. Toen Verbraak bleef doorvragen, dreigde Smeets hem een rode kaart te geven als hij het onderwerp bleef bespreken.